Jullie werk, ouders, familie, vrienden en allen die hier vanmiddag zijn. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn en ook fijn dat jullie in zo'n grote getalen gehoor hebben gegeven aan allerlei berichtgevingen in de krant en waar dan ook. Ik begon met lieve Jeannette. Dat is niet om te slijmen met, nee. Maar dat kreeg ik op mijn netvlies toen ik jou donderdagavond op TVO zag in het interview. Ik dacht, wat zit daar een lieve, tevreden, ontspannen, feestelijk geklede dame die je echt niet de leeftijd geeft die je eigenlijk al bereikt hebt. Nee, zo ben ik niet. Want eerlijk gezegd zien we jou in Westeraar het meest in je handbike met je vlaggetje, je sportkleding, je helm en een gezicht wat alleen maar bezig is met tempo maken, conditie opbouwen en wat er allemaal nog meer bij hoort. Wat heerlijk om jou vanmiddag hier ook zoals je nu bent te mogen begroeten. Wat zijn we trots, wat is Westeraar trots en wat is Twente dan trots dat jij dit hebt gedaan en dat jij nu weer een bronzen medaille hebt gehaald. In de loop van een hele carrière al heel veel hebt gepresteerd, een aantal keer goud hebt gehaald, maar Gerrit zei het net al, je bent een enorme doorzetter. Jij geeft niet op, want ik hoorde dat je ook je pols nog had gebroken een aantal weken geleden en dan is het toch wel knap dat je dan toch in dat vliegtuig naar Rio stapt en dat je daar alsnog een bronzen medaille haalt. Je bent ook bij de koning geweest. En daar hebben we natuurlijk allemaal, dat vertelde je toen al vorige week donderdag, dat je naar de koning toe zou gaan. En dat vinden we natuurlijk allemaal wel heel spannend en interessant. Dus ik weet niet of dat je daar ook iets over kan vertellen, hoe dat was bij de koning. Weet je dat? Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Ik kom er ook niet elke dag. Dus wij moesten zeg maar eerst naar de grote kerk in Den Haag. En toen werd er al een beetje verteld, we gaan straks met onder begeleiding van een bandje, helemaal door de binnenstad. En dan kom je bij dat paleis aan, bij de poort, waar normaal gesproken altijd iedereen achter de poort staat. En er was echt best een strenge controle, want er was ons ook gevraagd van neem je paspoort mee. Zat er niet. Maar het Marissuc stond dus inderdaad met een checklist met foto en met naam en nummer. En dan moest iemand anders bevestigen dat dit was. Maar ja, hadden ze een foto, dus dan pas kon je naar binnen. Ook geen familie of wat dan ook. Dus dat was ook al anders als ik gewend ben. Het viel echt ook wel streng. En toen waren we binnen en toen stonden we allemaal zo van, dit is eigenlijk koningshuis. En nu? Zullen we foto's mogen maken? Nou, niemand heeft wat gezegd, dus wij allemaal foto's maken. Maar toen kwam dus het protocol nog even. Toen gingen ze het even uitleggen hoe het allemaal zat. En werd niet op prijs gesteld dat je een selfie ging maken. Dus dat was al wel naar de moderne tijd vertaald. Dus hij zegt, ja, als hij van één sporter toestemming geeft, ja, dan hebben we er nog 62 andere medaillewinnaars misschien. Die nog wat willen, dus dat doen we niet. Maar er komt nog een portret straks op de trap, dus op het bordes, dus dan heb je de tijd genoeg. Ja, en voor de rest, dan mochten we prinses Margriet niet echt een hand geven. Nee, maar goed. Nou, en de protocollen van koning is majesteit, als je me aanspreekt. En prinses Margriet koninklijke hoogheid. Dus ik dacht, oh jee, dat ga ik straks door elkaar halen. Ik ga niet zeggen, ik ga wel mooi achteraan. En dan toch wel steekhaantjes om zo binnen te gaan. Zelf in hand. Dus dat was prima. Maar ik vond het wel spannend. En daarna kregen we nog wat hapjes aangeboden, zelfs bitterballen. Dus de frituurpan die kennen ze ook in de koningshuis. En toen hebben we in groepjes met alle twee en nog een gesprekje gehad. Ja, de groep was te groot, dus op een gegeven moment moest hij het afbreken. En toen gingen we nog naar de grote kerk terug voor even nog een borrel. Ja, was klaar. Ja. Maar het was een hele mooie beleving. Ja, nou mooi om dat ook allemaal hier van jou te kunnen horen. En volgens mij zijn er heel veel mensen gekomen om dit verhaal ook van jou te horen. Jouw persoonlijke verhaal van wat jij hebt meegemaakt rond de Spelen in Rio. Jij hebt ondertussen al 6 Olympische Spelen gedaan, volgens mij. Dus jij bent een wereldreiziger. Jij kijkt niet, jij staat niet even stil bij je vliegtuig of zo. Dat hoort een beetje bij jouw leven, bij jouw loopbaan. Maar wij dachten als gemeente Twente dan van ja, wat zullen we nou voor jou geven?
En misschien is het ook wel eens leuk om dan iets te doen met reizen, maar dan niet gelijk dat er allerlei sportieve prestaties bij moeten worden geleverd. Dus dat je samen met Bert wat leuks gaat doen. En dat wil ik jou graag aanbieden. Een check van goedverblijf.nl en die ga ik nu aan jou overhandigen. Alsjeblieft, Jeanette. Daar hoort ook een scherm. Er hoort ook een beeldje bij van de gemeente Twenterand. Want ja, we zijn trots op jou. Ik weet niet, de eerste keer dat je je medailles haalde, toen was er nog geen Twenterand, was het nog Friese Veen, dus je hebt het beeldje nog niet gehad. Nee, nou, ik wil het je graag over, dat kan ook uit het doosje, maar goed, het is het beeldje van samenwerkend van onze nieuwe gemeente Twenterand. En, ja. En wat er natuurlijk bij hoort, en daarmee wil ik afsluiten. Zal ik iets van je aanpakken of zal Bert iets van je aanpakken? Ja, dan hoort er natuurlijk een hele mooie bos bloemen bij, vol met oranje, want jij hoort bij het oranje team. En jij hebt de bronzen medaille. Van harte. Mag ik je van harte geluk wensen en feliciteren. Wat een fantastische sportprestatie heb je geleverd. Natuurlijk hebben we vol spanning naar je gekeken op tv. En oh, wat zijn we trots op je. Van harte gefeliciteerd met je medaille. Afgelopen week kwam je thuis uit Rio en was je huis versierd. Op de versiering stond de tekst, bronzen medaille voor een gouden Jeanette. En zo is het. Plaats van Belang Westerhaar is blij voor en blij met je. Bij een felicitatie hoort natuurlijk een cadeautje. Dat bieden we je graag aan. We hopen dat je er veel plezier aan beleeft. Ja, goeiedag. Ik ben de burgemeester, is een grote spreker. Misschien is dan een kleine spreker, ik ben nog een kleine spreker, maar als voorzitter van Algemeen Zakelijk Belang. Ik ben een vereniging van 40 leden met winkeliers en ook de mensen van Gastelanden. Ik wil jullie ook van harte feliciteren met het hele resultaat. Ik ben plechtig ontvangst bij jou alleen voor het einde. Door naar middag in TV Oosterwest. En nog een welverdiende huldiging door de Westerhaders. De Twenteranders, door de Zeeuw, de burgemeester. Sorry? Je bent een Zeeuw. Dit laat zien dat we allemaal super trots op zijn. Ja, wij willen de ondernemersclub ook nog niet metnemen. En wat moet ik metnemen? We hebben contact gehad met Monique en met Bert. En Bert zegt van nou, iets voor je Luus. Want ja, regelmatig wordt het boel veranderd door stuurs. Dus en je hebt gewoon maar een paar cadeaubonnen met een gegeven van de prijs van een boomwinkel hebben staan. En ik wil hem bij deze vraag overhandigen. Dag Jeanette. Hartstikke leuk dat we hier staan naar... Hoe lang kennen we elkaar? Een jaar of 40, 45 of zo. Volgens mij was jij als klein meisje al bij de buren op woensdag, zag ik jou. En eigenlijk hebben we elkaar altijd wel ergens gevolgd. En Anita en Leo vroegen om iets hier te vinden van jou. Of om jouw check te geven. Ja, dat moet ik u zeggen. Ik kom als laatste hier en iedereen heeft het gras voor de voeten weggemaakt. Wij zijn namens Cultuurhuis de Klaver, alle medewerkers, alle vrijwilligers. Super trots dat je hier in ons gebouw bent. En wij hebben ook een waardebond. En al die waardebonden die zijn volgens mij aan elkaar te rijgen. Dus handen al een. Ja, precies.
blij, echt blij. En ik waardeer het echt dat jullie met zoveel mensen hier zijn. Alle lieve kaartjes, alle lieve berichtjes, Facebook, bloemen, maakt niet uit. Ja, het is heel bijzonder dat je voelt dat iedereen toch zo dichtbij staat. Dus daar ben ik heel blij om. Bedankt allemaal. Lieve mensen, we zijn aan het eind van de huldiging van onze eigen Paralympische sportvrouw. Fijn om een wereldberoemde Westerhaler op tv te zien. En nog veel fijner om jou hier weer in levende lijve in ons midden te hebben. Hier in ons eigen Westerhaar Friese Weterwijk. Wij wensen jou nog veel sportplezier en sportieve successen toe, want je zult denk ik nog niet op je lauweren gaan rusten. Er zit vast nog wel een uitdaging aan te komen. En ik wens jou daarin veel geluk en veel gezondheid. Dank voor de geweldige woorden door iedereen hier vanmiddag gesproken. Burgemeester Visser, Bertensveld, Sinet Jager en Jan van Loes. Dank aan de organisatie en aan de gastvrijheid. Fijn dat we hier vanmiddag mochten zijn. En dank aan jullie allemaal voor deze overweldigende belangstelling waar je vast en zeker heel trots op moet zijn. Gesloten persoonlijk. Ik vond het fijn, maar ook een hele eer om hier eindelijk vanmiddag jullie gastheer te mogen zijn. Allemaal wel thuis.